Ik heb het over voetbal. Vanwege de heer Kama Urka. Niet omdat het mijn leven beheerst. Kama is tegenwoordig weldoener, geldschieter, supporter, alles van KV Oostende. Ja, hij koopt spelers. Ik heb een sms voor van hem gekregen laatst. Ik heb er 2 Afrikanen gekocht. Ik sms dan terug, hoe duur waren ze? 2 schilderijen? Het is verschrikkelijk. En ik vraag me dus af, is dit wat waard? Een paar maanden geleden was ik op die expositie in België. Het was een verkoop van de schilderijen van Kama Urka en ze vond plaats in Sint Maarten Laten, onder de rook van Gent. Ik reed er naartoe en was in een uitstekend humeur. Ik dacht namelijk aan Kama Urka. Ik hoopte dat hij succes zou hebben. Hij verdient het. Als hij niet tekent, is Kama Urka een goed mens, uitvinder van legendarische stripfiguren. Hij is NRC-corrivee op de voorpagina, schrijver en entertainer op het toneel met one-man-shows van soms 6 uur lang. En nog liggen de mensen niet op apengapen. Nee, ze willen meer Kama. En met zijn onuitputtelijke energie geeft hij ze meer. Nog 1 uur of 3, zee van koude soep en mosterd voor de maaltijd. Mijmerend over deze bijzondere en fijne mens reed ik Sint Maarten Laten binnen, stuitte op een inderdaad noodzakelijke verkeersregelaar die me halt liet houden voor de slagboom. Kama Urka, vroeg hij. Ik knikte, de boom zwierde omhoog en ik reed in een soort afgezet gebied binnen van restaurants en chique winkels. Daartussen stond een galerie die met een grote tent en luifel en andere zijden was beschermd of uitgebreid om de toegestroomde Vlamingen te kunnen herbergen. Ik burgde me tussen een woest vechtend leger van hysterische mannen en vrouwen en klanten door en stond in de galerie. Schilderijen werden over de hoofden weggedragen, terwijl de dragers werden aangevallen door blonde, jaloerse wijven die nog geen doek hadden. Nieuwe doeken werden aan een muur gehangen. De kassa rinkelde onafhoudelijk. Kama Urka, met een glimlach mooier dan de Mona Lisa, zat aan een tafel met een verbluffende precisie nieuwe werken te schilderen. Kalm en productief. Hij zat doeken te signeren in dezelfde momenten, hoewel fysiek aangevallen door de fans. Hij lachte tegen zijn bodyguards en begon weer te tekenen voor de reekse aanbidders die naarmate ze dichterbij kwamen in zwijm vielen voor de tevreden kunstenaar. Ik probeer u te schetsen, dames en heren, wat daar loos was. Maar dit is mij onmogelijk. Het moet heel lang geleden zijn geweest dat er nog zo'n gekte is losgebroken bij een expositie van schilderijen Parijs van Picasso meegeteld. Wie is deze man? Wat drijft hem? Is er een einde aan zijn schier eindeloos vermogen van de voortzetting van een gedachte of standpunt waarvan je vermoeden, dit staat vast, hier valt niet meer aan te tornen of iets aan vast te knopen. Een vermogen dat hij jammer genoeg niet vaak aanwendt voor de schoonheid, maar veelal gebruikt voor de kronkel in de mensheid aan te tonen. Hetgeen dan uitmondt in het verminken van majesteiten en stijlen van Franse meesters die een recht van bestaan wel hebben verdiend. En op een goede dag door Kama Urka worden verrijkt met een dakraam voor beter licht. Ik heb het brein van Kama Urka bestudeerd aan de hand van zijn verzamelde sms'en. Zoals u weet bestaan de hersenen van de mens uit 2 gedeelten. Een onderste en een bovenste helft. 2 werelden liggen als het ware besloten in het ingewikkelde samenstel van de hersenstam, dubbele punt. De beschaafde, verklaarde wereld en de chaos, de intuïtie, de dierlijke impuls. Nu is het zo dat Kama Urka, heel bijzonder en zeldzaam, uitsluitend de menselijke intellectuele helft benut, waarbij gewone stervelingen intuïtief dierlijk te werk gaan. Kama denkt. Hij denkt al schilderend. Zijn schilderkunst is taal. Zo ontstaat er bijvoorbeeld een cubistisch schilderij van Bin Laden. Op die manier leren we Bin beter kennen, legde de sms mij uit. Gelukkig hangt het hier niet, het zijn barre tijden. Maar wie weet heeft de CIA er iets aan en kan het uiteindelijk bijdragen aan een vreedzame wereld. In het kader van deze toespraak dacht ik dat het goed was om gisteren even in deze zalen te kijken. Een vergissing. Ik begon te juichen in plaats van te noteren. Ik kon niet anders. Ik jubelde met Heinrich Heine, die net als ik fan van je was, Luc, voordat de Kamachi toesloeg. De goden verbleken waar jij verschijnt. En de vleugels die jou dragen hebben menigmaal een ster gedoofd.
door de kracht van hun vleugelslagen. Heinrich schreef dat voor Duitsland, maar ik vind jou groter, dus dat is al gerealiseerd. Deze tentoonstelling viel me van alle kanten aan. En stak me met ideeën, technieken, dromen en stoppelbaarden. Pechstroken waar het heerlijk toeven is en vergezichten met een dakkapel. En meer, Kamagurka is in Nederland. In de Jan van der Tocht op deze mooie donderdag in maart. Maar we zijn eigenlijk alweer kwijt. Kamagurka was hier en is op weg naar de wereld. Naar een roem met een slagschaduw waarin wij nu al ons bewegen. En toch blijft hij bescheiden. Hou van KBO-stemmen, België en nu zelfs een beetje van Nederland. Dat kleine cabaret in de marge van de grote kunst. Ik dank je daarvoor, Kama. Mijn dank, moet ik eerlijk bekennen, is niet geheel ontbloot van eigenbelang. Ik las eergisteren in de krant dat het krukje van Picasso op de Theefaf in Maastricht voor 2 miljoen te koop is aangeboden. Met echte verfspatten. Het is 18 maart 2010. Ik prijs mij nu al gelukkig en rijk met mijn mobiele telefoon. Met de opgeslagen berichten uit Kamagurkistan. Leven de verkoop Theefaf 2020 in Maastricht met de Kama-SMS die voor een schijntje van 3 of 4 miljoen te koop is. Leven deze Kamagurka-tentoonstelling in Amstelveen. Leven Kamagurka. Leven de koningin.